Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, heeft nu 60.000 registraties voor een stukje grond. Dit bevestigde minister Dinota Voswijk vandaag voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering. Ze geeft aan dat bij elke gronduitreiking een deel van deze groep wordt meegenomen. Onze eerste pilot, om het zo te zeggen, was in Komowene. Daar hebben we 500 zoveel van degenen die online hebben geregistreerd. Om straks gaan we dan uitreiking hebben in bijvoorbeeld, laten we maar noemen, kop Coroni. Dan gaan we dan ook kijken hoeveel mensen zich hebben geregistreerd voor een perceel in Coroni, om ze dan ook mee te nemen. Wat ik samen met het team GBB, zal ik zeggen, de afgelopen periode hebben gedaan, is om alvast per district een beetje globaal te identificeren waar de vrije plekken zijn, om deze mensen dan, nadat GOW-LVV onderzoek heeft gedaan, naar bodemgesteldheid, als we het kunnen maken tot een bebouwingproject of een landbouwproject of een tuinbouwproject, dan gaan dan deze mensen dan worden ingezet in deze verschillende districten. Voswijk zegt dat het ministerie nu al enkele plekken heeft geïdentificeerd waar de mensen die online hebben geregistreerd een stukje grond zullen worden toegewezen. De bewindsvrouw geeft tenslotte aan dat de eerstvolgende uitreiking van gronden in de maand mei zal plaatsvinden.